Goedenavond allemaal. Er is meteen ook een blackout. Zijn jullie er wel? Want dat is dan altijd mijn grootste angst. Dat we hier met z'n allen zitten en dat jullie er dan nog niet zijn. Welkom bij deze live bijeen op de vrijdagavond. Vanavond hebben we het over genderidentiteit. Met Petra Kramer, onze kandidaat op nummer 10, met Nanoa Struik en met Chris Rijksen en met mijzelf, Yvette Huurs, kandidaat voor B1 op nummer 9. En voordat ik iedereen de ruimte geef om zichzelf voor te stellen, heel even kort, waar hebben we het nou eigenlijk over vanavond? En we hebben het over genderidentiteit en dan vooral over over trans-identiteit. En heel kort door de bocht is het, hebben we het over... je wordt geboren en dan zegt de dokter... je bent een jongetje of je bent een meisje. En heel veel mensen hebben de rest van hun leven het gevoel... dat de dokter gelijk had. En er zijn ook een heleboel mensen die het gevoel hebben... dat de dokter niet gelijk had. En wat dat dan betekent, kan verschillende vormen aannemen. We zijn in een, wat dat betreft, in een rijk gezelschap. Ik kan van alles over cijfers roepen. We hebben heel lang in Nederland een wet gehad... die het alleen mogelijk maakte om een soort van aan te geven dat je... een transgender persoon, dat je transgender was nadat je ook voor een medische transitie koos. En dat heeft tot 2014 geduurd. Daardoor wisten we eigenlijk heel lang officieel maar van rond de 8.500 personen in Nederland. Inmiddels weten we beter. Er zijn rond de 100.000 mensen die een andere identiteit in hun paspoort hebben staan. Maar er zijn ook een heleboel mensen die dat niet in hun paspoort hebben staan. En we gaan ervan uit dat het rond de 2% van de bevolking is. Dus ongeveer, en dit zijn cijfers uit 2017, dat het rond de 340.000 mensen betreft. Nou, dat is toch best een aanzienlijke club. Petra, wil jij jezelf voorstellen? Ik ben Petra Kramer. Toen ik een jaar of 5 was, toen begon ik voor het eerst te klagen dat ik het oneens was met het geslacht dat me bij geboorte was toegewezen. En nadat ik internet kreeg, leerde ik dat ik niet de enige was. En daarna ging het vrij snel en ging ik op mijn 24e in transitie. En ik ben inmiddels 43. Ik heb de eer om op de lijst voor bijeen te staan. Nanoa. Ja, ik ben Nanoa. Ik ben Nanoa Struik. Ik ben 21 jaar jong en ik kom uit Drenthe. Ik woon in Amsterdam. Ik identificeer me als non-binair, maar daarnaast identificeer ik me als nog een heleboel andere dingen. Ik ben namelijk ook schrijver en spreker en student. Dat is ook een hele identiteit. En ik studeer media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. En ik maak ook een podcast en die heet Gender Cubus Podcast. En dat gaat, as you can imagine, over gender en alles wat daar een beetje mee te maken heeft. En dat is een beetje ik in een notendop. En daarvoor ben ik hier ook, om lekker te praten over gender. Want dat doe ik sowieso graag. Dus bij deze. Dankjewel. Chris. Ik ben Chris. Ik ben 29 jaar. En ik kom naar jullie toe vanuit mijn huis hier in Utrecht. Ik ben filmmaker en ik werk samen met Bart Peters en Jonna Lamers als de... 3 transketeers. We zijn alle 3 transman. Dus alle 3 geboren als meisje, levend als man. En we zijn ooit begonnen vanuit een soort van idee in 2015, 2014. Toen het eerste seizoen van Hij en Zij op tv kwam. Van, god, het is wel
bijzonder en leuk dat er meer aandacht voor transgender personen is. Maar waarom heb je toch telkens Arie Boomsma nodig om het over transgenders te hebben? Dat kunnen zij toch beter zelf, of dat kunnen wij toch beter zelf. Dus we zijn begonnen met portretten maken over transgender personen en de hele diversiteit daarvan. En gaandeweg zijn we films gaan maken over mensen, omdat we gewoon films maken en mensen heel interessant vinden. En we doen ook veel educatieve projecten waarin we vooral inzoomen op genderdiversiteit. Dat is ook gewoon deel van mijn werk. Dankjewel. Dan vraag je als kijker dan misschien af, maar waarom zit ik hier dan? Dat kan ik ook uitleggen. Ik identificeer me expliciet niet met een gender. Jeanette Chedda, onze nummer 5, die vond op een gegeven moment naar Noah en die zei, nou, wat leuk, moeten we daarmee in gesprek? En toen zei ik van, oh, is het dan handig als ik die misschien even voorspreek? En toen was het van, maar dan kunnen jullie het er toch met z'n tweeën over hebben. Waarop ik een soort van dacht van, oh, maar ik weet helemaal niet of ik het, ik wil helemaal geen gender. Ik weet ook niet of ik het er dan wel over wil hebben. Tenminste, ik wil het wel over gender hebben, maar ik wil het niet per se over mijn gender hebben. Werd de gedachte geboren van, er zijn allemaal mensen die dit veel beter met elkaar kunnen bespreken. Af en toe dan roep ik ook wat. Dus dat zal mijn bijdrage zijn. En het eerste wat ik ga roepen, dat is een onderwerp waar jullie alle drie eigenlijk meteen over zeiden. Daar moeten we het echt over hebben. En dat is de zorg in Nederland. Dan geef ik graag eerst het woord aan Petra. De zorg. Volgens de overheid heeft onlangs excuses aangeboden voor de oude transgenderwet die van 1985 tot 2014 gold en waarbij je verplicht gesteriliseerd moest worden en dat je pas aan het einde van het traject je gendermarker en je identiteitskaart kon veranderen. En volgens de overheid zijn er in die periode iets van 2000 mensen behandeld. Volgens de cijfers van de VU is het een drievoud daarvan. Maar dat gaat dus over, over nog geen 7500 mensen in zo'n 20, 30 jaar. En dan presteren ze het om wachtlijsten te hebben van 88 weken in Amsterdam en 105 weken in Groningen. En dat is gewoon tegen de tijd dat je er vooruit komt dat je trans bent, dan heb je die overweging al lang gemaakt voor jezelf. En dan moet je nog die molen in en je lichaam ontwikkelt zich in de tegenovergestelde richting dan dat jij eigenlijk wilt dat het doet. En dat is, dus dat kost allemaal tijd die je niet hebt. En het gaat over zo'n klein aantal mensen dat het volgens mij gewoon ergens onwil is om er iets aan te doen. Ja, ja, ik had het net even door elkaar gemixt. Dat er dus in totaal sinds 1972 tot 2015 bijna 7000 mensen zijn geholpen. En dat is in 43 jaar, dus dat is gemiddeld ongeveer 158 personen per jaar die geholpen worden ten opzichte van dus een bevolkingsgroep van 340.000 mensen. Ja. En als er gebroken ledemaat, dat komt veel vaker voor dan transgender zijn. Als daar een wachtlijst van 88 weken voor zou staan, zou dat volstrekt onacceptabel zijn. Ja, ik heb net even vlak voor dit gesprek de actuele wachtlijsten erbij gepakt. Daar staat in de intake, dus de wachttijd tot de intake, is ten minste 103 weken. Nou, dat is 2 jaar. Dat is echt niet waar je op zit te wachten op dat moment. En wat er vooral, denk ik, heel heftig is, is dat de wachttijd voor kinderen en adolescenten ook ten minste 103 weken is. Mm-hmm. Omdat je dan waarschijnlijk ergens midden in je puberteit zit en eigenlijk de mogelijkheid hebt
om daar een soort pauze in te lassen door middel van puberteitsremmers. Waar je gewoon iets meer tijd krijgt om jezelf te ontwikkelen. En eigenlijk wat één idee zou zijn, is dat bijvoorbeeld huisartsen bij kinderen die te snel groeien, wordt er vrij makkelijk puberteitsremmers voor geschreven. Omdat ze zeggen, ja, maar te snel groeien en straks word je een hele lange vrouw. En nou, daar is ook al van alles op aan te merken, maar dat is een ander gesprek, of hetzelfde gesprek, ander stukje. Maar artsen zijn dus, de huisartsen zijn heel terughoudend om puberteitsremmers voor te schrijven, omdat het VU heel lang heeft gezegd, nee, wij zijn het kennisinstituut voor transgenderzorg. En ze zijn daar nu, ze hebben een actieplan volgens mij voor decentralisatie van de zorg. En is er, in het Radboud is er ook een centrum voor kinderen en jongeren opgericht. En mensen zijn daarmee bezig, maar je ziet vanuit huisartsen echt een super erge terughoudendheid van, ja, maar nee, maar ik weet daar niks van en ik heb daar niet voor geleerd. Terwijl dat, dat inlassen van die pauze en dat gewoon niet doorzetten van zo'n puberteit kan enorme verlichting geven voor jongeren die in zo'n proces zitten. Of die zelfs op het randje staan van puberteit. Dus ik zou dat echt, ik vind dat een van de belangrijke dingen die mensen in hun oren mogen knopen. Over wat kan je nou echt doen om de zorg te verbeteren. Ja. Omdat het dus voor elke andere vorm van waar je puberteit een beetje te snel of ingewikkeld zou kunnen zijn, het geen probleem is. Ja. En daar staat geen 103 weken wachttijd op, zeg maar. Daar gaat het in een razend snel tempo misschien nog steeds niet altijd even snel. Maar voor zulke dingen gaat het veel sneller dan voor een situatie als deze, zeg maar, waarin je te maken hebt met een transgender kind of een transgender jongere midden in hun puberteit. Het is natuurlijk hartstikke kwalijk dat dat 103 weken moet duren voordat diegene waarschijnlijk al diep in de puberteit of misschien er al na is, voordat er überhaupt hulp kan komen voor zo'n kind of jongere. Dus dat is inderdaad, ja, denk ik wel heel erg kwalijk. Er stond onlangs ook een artikel in de New York Times met de coronapandemie. Blijkt dat mannen veel vatbaarder zijn voor corona dan vrouwen. En dat komt door het oestrogeenniveau in het bloed. En er worden gewoon zonder psychologische screening worden nu in Amerika op experimentele basis oestrogeen voorgeschreven aan cis-mannen. Nou ja, zeg. Maar dat kan toch helemaal niet? Daarvoor moet je toch eerst langs de VU? Ja, dan moet je in Nederland langs de VU, langs de poortwachter, moet je minstens 6 gesprekken hebben. En dan moet je dus die 2 jaar op de wachtlijst staan. Nou, wat ik er ook heel bijzonder aan vindt, is dat er dus aan de ene kant gezegd wordt van, het is zo'n kleine groep mensen, dus we hoeven ook dat gender team en die zorg die ingekocht wordt vanuit zo'n VU, dat is natuurlijk gewoon een langzaam proces, maar dat is dus ook klein gehouden. Ze zeggen van, nee, maar dat zijn zo weinig mensen, daar hoeven we ook helemaal niet. En de afgelopen 10 jaar hebben we gezien van het zijn eigenlijk veel meer mensen dan ja, dat we altijd dachten. Maar die zorg inkopen bij die zorgverzekeraars, dat is gewoon nog steeds zo gehouden. Dus als je dan met het genderteam praat en zegt van, hey, goh, jullie hebben wel hele lange wachtlijsten. Zeg, wat gek, wat onhandig eigenlijk voor het levensreddende werk wat jullie doen. Dan zeggen ze, ja, maar we hebben niet meer geld. Want we hebben, en dan denk je van, ja, hallo, dat komt omdat je nog steeds met die statistiek zit. Van dat het maar echt zo'n klein stukje mens is. Ja. En ik vind dat, ik kan daar ook gewoon niet bij waar daar zand in die machine zit. En dan sta je 103 weken op die wachtlijst en dan kom je bij in dit geval het VU of een genderteam en dan blijkt de expertise, want je had het even kort over de expertise van huisartsen en dat ze zeggen, ja, dat die kennis hebben wij niet. Moet ik heel eerlijk zeggen dat toen ik bij het VU terecht kwam, de kennis ook, ver te zoeken wil ik niet zeggen, maar er was zeker niet veel kennis over andere genderidentiteiten dan man of vrouw zijn. Dus dan sta je 103 weken op zo'n wachtlijst en dan kom je daar met het idee, ze profileren zichzelf ook als het kenniscentrum van genderdysforie. En dan kom je daar en dan is er geen kennis over jouw specifieke identiteit. Dus dan sta je 103 weken te wachten op de kennis die er niet is eigenlijk. Ja, er was een tijdje terug een meme op Instagram van, word jij door de,
door artsen gezien als een medisch experiment om een theorie te staven, of ben je cis? Ja, nee, precies. En Chris, je zei net het levensreddende werk, wat ze doen. Want het heeft natuurlijk wel, dat wachten heeft enorme consequenties. Ja, dat is... het is niet een ongewoon verhaal dat mensen gewoon vrij diep in een depressie terechtkomen. En een depressie is een vrij dodelijke ziekte. Al op het moment dat ze niet dat ze het gevoel hebben dat ze niet verder kunnen met hun onderzoek rondom gender en of een transitieproces. En wat ik interessant vind en belangrijk vind om een beetje los te halen als we het er nu zo over hebben, is dat het psychische proces en het ontdekken wie jij bent en dat uitproberen en eigenlijk dat hele sociale aspect, dat is iets wat je met een goede therapeut of met een goede begeleider goed kan doen. Als iemand sensitief is hierop, dan is dat gewoon iets wat volgens mij mensen die therapeut zijn, veel van hen kunnen dit. Dat gaat namelijk gewoon over luisteren. En het fysieke proces, dus hormonen voorschrijven, specialistische chirurgie, daar wil je inderdaad in een ziekenhuis voor zijn en zorgen dat mensen die daar kennis van hebben, de goede bloedtesten met je doen, zorgen dat je genoeg, dat je hormoonlevels op de goede plek zitten, zorgen dat je goed geopereerd wordt. Maar dat zijn twee wel aan elkaar verbonden processen, maar niet zodanig dat het maar op één plek kan gebeuren. En ik denk dus dat daar, omdat er een soort van idee is van de transgender is iemand die operaties wil, wordt er dus gezegd van dus je moet naar een ziekenhuis. Terwijl dat ergens, misschien is dat zo, maar het gaat vooral over iemand is zoekende en voelt een mismatch tussen zijn innerlijke identiteit en uiterlijke identiteit. En hoe dat gezien wordt en hoe dat beleefd wordt en hoe die aangesproken wordt. En dat is een sociaal proces. Mm-hmm. En dat is dus iets waar je ook in je sociale setting ook dus iets mee kan. Tenminste, met de goede begeleiding en de goede tools. Ja. Dus ook daar zeg je eigenlijk, het is zoveel, die zorg, die bestaat gewoon. Alleen, er mag geen aanspraak op gemaakt worden. Nou, er wordt aan twee kanten een beetje huiverig over gedaan, omdat... Dus veel mensen hebben inmiddels de klok horen luiden van transgenders die hebben zorg nodig. Maar ja, je kan de foute woorden gebruiken. Je moet het wel, sommige mensen denken van wow, maar het is allemaal super precair. En natuurlijk moet je sensitiviteit hebben met iemand aanspreken. Ik heb ook wel situaties gehad dat ik mijn huisarts moest uitleggen wat dan zo'n transitieproces was. Terwijl... Ik vind dat dan niet zo'n punt om te doen, omdat ik daar op dat moment klaar voor was om dat te doen. Maar dat is wel suf, eigenlijk. En net zoals dat je, als je bij een therapeut komt en die gebruikt woorden waar je gewoon totaal van on fire raakt op de meest verkeerde manier, ja, dan ben je gewoon ook gelijk weer weg. Dan denk je, ja, zoek het maar uit. Dus daar een soort bijscholing vanuit de zorg intern en misschien ook, nou ja, de POH, weet je wel, de praktijkondersteuner van de huisarts en dat soort types, die moet je gewoon dit stukje vocabulaire ook in hun woordenschat geven. En ze moeten het ook gewoon maar gaan doen. En dat is, ja... Dat is een lang proces, maar met dat we het er dus over hebben, blijft het ook relevant. En hoop ik dat mensen daarover geïnspireerd raken. Ja. Ja.
En want het gaat dus het sociaal-maatschappelijke deel en het is het soort, ik noem het maar even, de hardcore medische zorg. Maar dat specifiek dan op het onderwerp. Maar ik kan me ook voorstellen dat er, of nou ja, wat ik heb zelf ook wel eens bij een psycholoog gezeten en toen ik probeerde uit te leggen of toen ik aangaf dat ik me identificeerde als queer, was dat een soort van, kan ik dat wel op mijn werkcomputer opzoeken of krijg ik daar problemen mee? Wat natuurlijk best wel ver gaat. Maar er zit dus ook nog een stukje in, nee, nog los zeg maar van waar je specifiek als transpersoon of als, ja, waar je als transpersoon, nou ja, niet eens als transpersoon, überhaupt gender en hoe verhouden we ons tot gender en welke plek heeft dat überhaupt in de zorg? Want Nanoa, wat je aangeeft, heb je wel dan de hulp, heb je wel een plek gevonden waar je terecht kon voor kennis en kunde en ondersteuning rondom je non-binaire identiteit? Nee, ik persoonlijk niet. Ik moet zeggen, ik ben ook al een paar jaar geleden ben bij SVU terechtgekomen. Ik heb ook geluk gehad dat ik niet de 103 weken wachttijd had. Voor mij was het maar 8 maanden, wat trouwens ook vrij lang is als je al van jezelf weet, dit is wat ik wil en zo is hoe ik het wil gaan doen. En dat je dan nog 8 maanden moet wachten. Maar goed, dat terzijde. Ik heb dus het geluk gehad dat ik niet 2 jaar heb hoeven wachten. Maar nee, ik kwam eigenlijk aan en het was eigenlijk heel snel duidelijk dat het VU heel erg denkt in binaire zorg. En daar bedoel ik mee dat ze kijken naar, oké, je bent geboren met het vrouwelijk geslacht, dus jij zal de andere kant wel op willen gaan. En dat was niet zo bij mij, maar die kant werd ik wel heel erg ook een beetje, nou ja, heel erg een beetje, dat is wel, nou, laten we zeggen, een beetje ingepusht. Ik werd een beetje gepusht om toch maar een binaire keuze te maken daarin. En dat was voor mij een lichte shock, omdat ik dus verwachtte dat het kenniscentrum was van rondom genderidentiteit en dat thema. Maar dat bleek dus gewoon niet zo te zijn. En toen was het voor mij het internet, het geluk van jong zijn en van deze generatie is gewoon het internet. En letterlijk gaan zoeken en zelf die informatie maar gaan vinden. En dan is het maar de vraag of je op correcte dingen uitkomt en of het überhaupt op jou slaat of klopt of whatever. Maar nee, binnen de zorg heb ik dat zelf niet kunnen vinden. Ik weet niet hoe dat nu is, wat ik al zei, het is van een aantal jaar geleden, laten we zeggen 3, 4 jaar geleden. Maar nu weet ik niet. Maar voor toen heb ik dat niet kunnen vinden, nee. Petra, jij gaf ook aan dat je identiteit aantrof op het internet, kan ik dat zeggen? Ja, ik vond een groep op Usenet, NL Support Transseksueel. En daar waren mensen die het traject al hadden doorlopen. En daar raakte ik mee aan de praat. Ik had een heel cliché beeld van Thierry Springer. En dat was allemaal heel verschrikkelijk. En het bleek een stuk genuanceerder en prettiger te liggen. En dat maakte goed contact met die mensen en kreeg van hun het nummer van het genderteam. En dat ging ik bellen. En toen was het nog een wachtlijst van 4 maanden. Toen kon ik daar terecht voor mijn intakegesprek. En een jaar of 5, 6 verder was het traject afgerond. En moest je naar de VU of was Groningen er toen ook al? Groningen was het toen ook al, maar ik ging met opzet naar de VU, omdat chirurgie is hoe vaker je een bepaalde ingreep doet, hoe beter je erin wordt. En dat was voor mij toen een reden om voor de VU te kiezen en niet voor het universitair medisch centrum in Groningen. Ja, dat is ook weer zoiets geks, hè? Dan mag je voor alles zelf kiezen waar je wat gaat doen, behalve voor dit soort dingen. Mm-hmm. Dat, nou ja. Ja. Nou ja, en het gaat zelfs zo ver. Ik
op een gegeven moment een vriendin van mij die stond op de wachtlijst bij de VU. En er was dus al een soort van diagnose. En een van de dingen die hoog op haar verlanglijstje stonden, die voor haar niet verlanglijstje, die gewoon belangrijk voor haar waren, was dat ze iets aan haar baardgroei kon doen. Ja. En de verzekeraar zei toen, ja, dat kan niet. Dat kun je niet nu al gaan doen. Want je moet wachten tot de VU, voordat je echt gestart bent met je traject bij de VU. Ja, je moet voordat je akkoord krijgt om naar een, en dat nog dan wel naar een kliniek naar keuze, om dan, maar anders wordt het dus niet vergoed. Ja, dus want anders is het dus niet medisch. Nou ja, je hebt in Amsterdam heb je ook de transkliniek, waar ook een arts is met een specialisatie op dit onderwerp. Dus die kon gewoon met de correcte BIG-registratie een recept uitschrijven of een verklaring geven van deze persoon heeft dit medisch gezien nodig. Ja. Maar omdat dat niet de persoon, niet omdat deze arts dus niet een VU-arts is en de rest van het het medisch traject via de VU gaat, zei de verzekeraar, ja, nou dan gaan wij dus nu niet dat vergoeden. Dus wacht maar. Terwijl er gewoon een verklaring van een arts lag. Ik vind dat ook echt, ik heb ook wel meerdere wonderlijke verhalen over verzekeraars gehoord die opeens foto's van trans mannen hun borsten nodig hadden om te kijken van, is er wel een operatie nodig? En dat ik ook dacht van, is dit hoe het hoort? Wie moet wat vertellen? Ik bedoel, ik vind het zo, het doet zo mijn haar overeind staan, dat ik er ook niet zo heel veel zin in heb om me er helemaal in vast te bijten. Maar ja, dat is niet, daar gaat gewoon echt iets mis. Ja, want wie binnen zo'n zorgverzekeraar heeft dan de kennis of kunde om überhaupt dat het gaat vertellen? Niemand dus, want nee, zij zijn er niet, dus nou ja. Geen enkel mens. En dat is een beetje die soort van monopoliepositie die het VU nog heel erg heeft. En ook juist binnen de zorgverzekeraars die gewoon zeggen, ja, je moet het bij het VU doen, want anders doen we het niet. Terwijl inmiddels is er meer dan het VU, dus zelfs meer dan het UMCG in Groningen. Ja. Voor zorgverzekeraars kiezen toch altijd het VU. En ik heb daar zoveel moeite mee, want ik ga dat dus niet begrijpen. En ook niet inderdaad het feit dat mensen dus letterlijk vragen om foto's van trans mensen, hun borsten of whatever. Dat is gewoon echt, dat gaat gewoon heel erg ver. En ik ga dat echt niet begrijpen. Nee, dus daar moet toch eigenlijk wel toch direct een eind aan gemaakt worden. Aan dat spel van die zorgverzekeraars. Ver direct. Ja. Ik zie wat vragen oppoppen. Een hele specifieke vraag aan Petra. Hoe heb jij, ik denk, de vraag is, hoe heeft Petra dat ervaren? Vanaf welke leeftijd had zij toegang tot het internet? Ik kreeg in 2000 internet, dus 21 jaar geleden. En een half jaar later kwam ik uit de kast. Ging heel snel. Maar je gaf ook aan dat je toen je 5 was al. Ja, ik heb een heel. Hoe heet het? Dat heet dan travestie, denk ik. Tijdens mijn jeugd. Kleren van mijn zusjes jatten. En make-up van mijn moeders. En stiekem als ik alleen thuis was. Maar daar had je nog niet die identiteit aan gekoppeld. Ja, ik had wel de identiteit aangekoppeld, maar ik had geen voorbeelden dat het ook echt kon. Dat het bestond, dat er een ziekenhuis was die je daarmee hielp. En dat kwam met het internet. Ja, wat dat betreft is er echt zoveel veranderd in 20 jaar. En hoe, maar mag ik vragen, Peter, hoe heb je dat dan toen ervaren, zeg maar, die tijd voor. Voordat je dus wist van, er is iets, er kan wat aan gedaan worden, of er kan mensen zoals worden. Ik. Ja, oh, precies. Voordat het zover was ik gewoon hartstikke suicidaal en was ik niet van plan om ouder te worden dan 25. Ja.
En hoe oud was je in 2001? In 2001 was ik 24, net een jaar. Oh man. Net op het randje eigenlijk. Ja. Weet je. En in de zorg, daar hebben we het nu niet zoveel over gehad, van is nazorg, wordt ook vaak genoemd als dat het best wel een beetje een vergeten ding is van, omdat transgender personen heel erg gezien worden als een lichaam dat dan veranderd moet worden. Mm-hmm. En dat dan eigenlijk het totale psychische aspect gewoon even geskipt wordt. Ja, nee, dat ik heb geen van het VU heb ik geen hulp gehad, alleen mijn poort wachten. En als je dan nu kijkt van wat voor dingen zouden mensen voor je kunnen doen als nazorg? Of is dat te ver weg? Ja, dat is te ver weg. Ja, dat snap ik, ja. Maar jullie schelen ook, nou, bijna... Of bijna 10 jaar. Ja, bijna 10 jaar. Bijna. Chris, hoe anders was jouw ervaring? Hoe oud was jij toen je internet kreeg? Mijn vader houdt heel erg van gadgets, dus ik denk dat ik met een jaar of 6 al in het inbelverbinding mocht zitten. En ik ben eigenlijk vrij lang in de veronderstelling geweest dat ik gewoon, nou, ik ben geboren als meisje en altijd kort haar en gewoon stoere dingen doen, in bomen klimmen op voetbal en... En dat het gewoon dat iedereen gender best wel belangrijk vond, maar ik niet. Jullie bekijken het. En dat kan, nou ja, mijn ouders waren daar heel erg oké mee. En als jongensachtig meisje kan je best wel veel doen in bepaalde milieus. Dus ik ondervond daar ook vrij weinig nare dingen van. En ik baalde natuurlijk enorm van de puberteit, maar dat, nou ja, dat. Ik denk niet dat heel veel mensen daar nou echt heel erg om staan te springen om menstruatie en zo. In ieder geval niet als je 14 bent. En pas op mijn 18e, toen dacht ik inderdaad van wow. Oké, ik word een volwassen vrouw. Over 20 jaar ben ik een volwassen vrouw van 38. En het is niet dat ik volwassen vrouwen van 38 nou heel stom vind, maar ik ben dat niet. En toen kon ik pas vastpakken van oké, ik voel me geen meisje, ik voel me geen vrouw. En ik had best wel exposure van transgender personen. Ik had een trans meisje in mijn klas, een vriendin van mij. Maar dat was altijd gewoon een beetje langs me heen gegaan. Weet je, dat was, zij was gewoon een vriendin en we gingen theater spelen. En dat was echt totaal niet tot mij doorgedrongen wat dat allemaal dan betekende. En zij zat natuurlijk ook, omdat zij wel in die, als meisje juist heel erg zichzelf kon zijn, had ik op dat punt helemaal geen connectie met haar. En pas inderdaad toen ik trans mannen zag op YouTube en op een gegeven moment ook in vrienden en een beetje genderdiversiteit, dat ik op een feestje kwam waar opeens iedereen gewoon gender maar gewoon deed en aan zijn laars lapte en al die mensen die bestonden gewoon en dat was gewoon leuk, dat was heel feestelijk. Toen dacht ik van wow, vet, dit kan. En misschien ben ik wel, moet ik hier ook gewoon meer vrijheid in zoeken en experimenteren wat voor mij goed voelt. En ik heb daar helemaal in het begin van die zoektocht ben ik met mensen van het VU in gesprek geweest op een soort van event. En toen was nog heel erg het gesprek van nee, we doen geen gedeeltelijke transities. En toen zei ik van ja, maar ik voel heel duidelijk dat ik blijer ben zonder borsten. Maar ik zou niet weten wat testosteron met mij doet. En toen zei ik, nee, ja, maar dat kan echt niet. Toen zei oké, nou goed, dan bekijken jullie het maar even. En toen ben ik heel erg sociaal dingen aan het uitzoeken geweest. En door iemand die wat meer overzicht had, kreeg ik de tip van nou, schrijf je nou wel in bij dat genderteam? Want stel je nou voor dat je erachter komt dat je daar toch wat mee wil, dan heb je in ieder geval die wachtlijst al gehad.
Dus dat was echt, dat heeft mij een jaar van frustratie, denk ik, bespaard. Want op dat moment was de wachtlijst een jaar. En ik had het heel erg getroffen met mijn psycholoog, die gewoon zei van ja, weet je, het is eigenlijk allemaal een beetje raar dat we zo heel binair denken. En je moet gewoon doen wat goed voelt voor jou. Jij moet je leven leven. Daar kunnen wij wel van alles van vinden, maar eigenlijk zijn we daar helemaal niet voor. Dus dat was echt top. Dus ik heb wat dat betreft een hele goede ervaring daarmee, maar wel ook nare verhalen gehoord om mij heen. Ik ga nog even terug naar de vragen. Hebben jullie ideeën over hoe de wachttijd korter kan? Nou, ik denk dat we daar net al wel een beetje over gehad hebben. Gewoon bepaalde zorg. Decentraliseren en meer capaciteit regelen. Ja. Nog een vraag van hoe kom je die tijd door zonder helemaal gek te worden? Nou ja, Chris gaf aan mazzel hebben dat je je vroeg hebt ingeschreven. Dus het is Nou, een beetje hetzelfde als op de sociale woninglijst voor Amsterdam. Als je dat doet vanaf als je dag 1 dat je geboren wordt, dan ben je op je 18e beurt. En dan is er niks aan de hand. Nee, maar wat er natuurlijk gebeurt is dat je dat sociale gedeelte, als je een beetje een veilige omgeving hebt, kan je daar best wel in uitproberen. Ja. En kan je, ik had op een gegeven moment, had ik mijn vriendin verteld, of eigenlijk had mijn vriendin dat min of meer uit me getrokken, van misschien voel je je wel blijer als je een binder hebt, dus een hesje waar ik mijn borsten helemaal mee plat maakte. En ik dacht, oké, wow, dat kan ik aan. En toen had ik een paar mensen op mijn kunstacademie, want daar zat ik toen op school, had ik dat verteld. En die waren ook gewoon game. En ik had gewoon gezegd, oké, ik ben dit aan het uitzoeken. En op een gegeven moment vroeg ik ook van, willen jullie me met hij en hem aanspreken? Ik ben dit aan het uitzoeken, ik weet niet precies wat het is, maar als je mee wil doen, dan help je me enorm. En daarmee kon ik het ook een soort van voelen van, voelt dit goed? Is dit wat ik wil? In plaats van dat het allemaal zo in mijn hoofd zat. Ik weet niet, Nanoa, wil jij daar nog? Want jij zit er natuurlijk wat dichterbij misschien. Ja, nou ja, inderdaad. Dat is zeker, je maakt op die manier ook wel weer stapjes. En je kan zeg maar dat voelen en ervaren op zo'n moment. Al in die tijd dat je wacht. Maar wat ik heel erg graag zou mee willen geven aan mensen die dus zo lang moeten wachten. Want nogmaals, ik heb het geluk gehad dat ik maar 8 maanden heb hoeven wachten. En dat ik in die tijd genoeg andere zaken had om me mee bezig te houden. Is het heel fijn als je contact zoekt met mensen die door een soortgelijk proces gaan. Of al hebben gegaan. En dat je contact maakt met de community. En dan in dit geval heb ik het over de trans community of de community waarin. De community die zich bevindt in gender teams of die daar ook toe onderweg zijn, zeg maar, daar naartoe. En om contact te houden met mensen en te praten erover en het niet te laten voor wat het is en ook niet gefrustreerd te blijven. Want de wachtlijst is op dit moment nou eenmaal zo lang. Maar kijk ook verder dan je neus lang is. Dus ga niet alleen maar vastpinnen op het VU, want er is echt meer. Ondanks dat de wachtlijsten daar ook helaas heel erg lang zijn. Zijn ze dus misschien soms iets korter dan bij het VU. Dus pin je niet alleen vast op deze monopoliepositie waar we het de hele tijd over hebben, die het VU nog steeds een beetje heeft. Maar kijk ook verder dan je neus lang is en blijf dus gewoon in contact met mensen over dit hierover, want je bent niet alleen. En dat is namelijk iets wat ik heel graag wil meegeven. Dat je bent gewoon niet alleen. En het kan juist heel alleen voelen in die 2 jaar dat je moet wachten en alleen maar zit. En er lijkt geen einde te komen aan zoiets. Er lijkt niet echt. Het licht aan het einde van die tunnel is letterlijk heel erg aan het einde van die tunnel en heel erg ver weg. Dus het is heel goed om je te beseffen dat je niet alleen in die tunnel staat en dat allemaal, dat je dat ook niet alleen hoeft te ondergaan. Dus zoek die community op en zoek die steun en support bij de community. Ik denk dat dat mij er heel erg doorheen zou kunnen helpen.
En inderdaad ook mensen die niet allemaal op hetzelfde punt in het moeras vastzitten. Maar ook inderdaad mensen die gewoon hier al jaren zijn en eigenlijk best gezellig hebben. Of mensen die inderdaad wel met jou precies op hetzelfde punt van struggle zitten. Ik inderdaad, nou ja, op feestjes is nu niet precies wat er kan, maar inderdaad, die mensen vinden en echt spreken en ontmoeten, dat is echt, dat kan zoveel doen. Echt, ja. Een soort van, ja, dat erkenning en herkenning gevoel is een van de dingen die mij er echt, nou sowieso tot mijn ontdekking heeft gebracht, maar ook gewoon echt heel erg er doorheen heeft gesleept. En het is heel fijn als je met mensen spreekt die bijvoorbeeld al een heel transitieproces voor zichzelf hebben afgerond. En dat je een soort hoopvol beeld hebt. Een soort van hoopvol naar iemand op kan kijken. Dat werkt natuurlijk ook supergoed. Al moet ik ook zeggen dat ik me ook kan voorstellen dat dat ook weer frustreert. Omdat je denkt, ja, maar waar die persoon is, daar wil ik ook zijn. Maar je moet een beetje proberen om te denken en te denken, waar die persoon is, daar ga ik ook naartoe. En dat is misschien een wat fijner idee om dat op die manier te bekijken. Ik word nu met een hele vervelend, denk ik, Amsterdamse arrogante vraag. Hoe is dat in de provincie? Ik kan, nou ja, ik kan me voorstellen dat in de Randstad dat je makkelijker community vindt dan in Drachten. Ja, denk ik ook. Sinds kort woont er een andere trans in Drachten. Ja. Maar hoe heb je dat dan gedaan? Hoe heb je wel mensen gevonden, like-minded, in het echt? Ja, zeker. Via internet. En gingen we gewoon feestjes organiseren. En dat was hartstikke leuk. En zo heb ik heel veel een leuke anekdote. Toen ik net uit de kast was en net om was gegaan. En nog lang niet passabel was of wat dan ook. En toen was ik met mensen uit eten die al klaar waren. En er zaten mensen mij aan te kijken. En toen zei een van die anderen van, waarom kijk je zo naar mijn dochter? Dat was echt, ja, dat was dus niet mijn moeder, maar dat was een andere trans. En dat was echt heel lief. Ja. Ja, ik kan me dat wel enigszins iets bij voorstellen. Ik kom namelijk uit Drenthe. Ik woon dan nu in de Randstad, maar ik kom uit Drenthe. Pas een jaar geleden ben ik verhuisd naar deze kant van het land. Maar ik kon dus echt voor mijn gevoel, dat is daarom zeg ik het ook, je bent niet alleen, maar ik voelde me dus echt ziels alleen. Ja. Het leek echt voor mij alsof er niemand anders was in Drenthe die überhaupt iets wist van gender. En dan ook nog eens trans zou kunnen zijn. Het was echt een... Ik moest uitwijken naar de Randstad toen de tijd. Gelukkig mocht ik met de trein in mijn eentje en dat soort dingen. Maar het voelde voor mij altijd heel erg alleen. Maar dat is dus niet zo. Daar heb ik gelukkig het internet voor gehad. Maar echt ontmoetingen in het echte leven, zeg maar, die bleven uit voor mij toen. Maar het is druk in de tunnel, dus. Ja. Het is druk in de tunnel. Ja, en wat natuurlijk gewoon aan de hand is, is dat er zijn, zeker als je jongere bent, en er zijn allemaal mensen in je omgeving die best wel sleutelposities hebben. Docenten. Mensen van de sportclub, weet je wel, dus andere volwassenen die misschien ook om je geven. En die kunnen gewoon die kunnen ook een soort van aanreiken van, hey, er zijn mensen zoals jij. Ik ben ook heel erg voorstander van dat les over gender en over genderdiversiteit, dat die op basisscholen gegeven wordt. In plaats van als iedereen al in de puberteit zit. Want dan ben je gewoon al helemaal verpest in dat je alles stom vindt. Wat niet normaal is. En ik denk gewoon dat... Ik bedoel, natuurlijk wordt er altijd veel te veel gevraagd van docenten. Maar zeker op posities in plekken waar het gewoon wat homogener is. En als je er dan buiten valt, dan is dat gewoon echt heel heftig. En als je dan inderdaad op geen enkele manier aangereikt krijgt van, hey, maar er zijn mensen zoals jij. Ja, dan blijf je daar dus. Ja. We moeten naar de pauze, maar ik heb toch nog twee vragen die ik eigenlijk wil samenvoegen, waar ik jullie toch nog wel even over zou willen horen.
Je hebt nu een officiële diagnose nodig voordat je aan de medische transitie kan beginnen. En een onderdeel van het komen tot die diagnose is bij de intake onder andere de vraag niet alleen naar je genderidentiteit, maar ook naar je seksuele identiteit. Hoort die vraag daar wel? Zal ik even wat grapjes vertellen? Ik heb die, dat wordt altijd, ik heb daar altijd enorme onzin verkocht. Er wordt ook telkens een vragenlijst, werd aan mij voorgesteld van hoe heb je seks als man, als vrouw, als man en vrouw? En dat ik dacht alleen maar, wat is de vraag? What are you asking? En dus ik heb dat elke keer gewoon eerst helemaal, ik heb nooit seks, of ik heb altijd seks met iedereen, weet je, en ik dacht, jullie bekijken het. Dit slaat echt zo erg nergens op. Die vraag die hoort daar niet. En ik weet ook niet, wat, als er iets zinnigs mee beoogd wordt, dan mag dat helder gecommuniceerd worden. Eva? Ja, dat is gewoon wat een. Ze proberen je in een heel heteronormatieve mat te duwen. En ik heb dat heel vervelend gevonden. En ik. In mijn puberteit ben ik ooit eens een keer verliefd geworden op een jongen in mijn verkeerde puberteit. En daar ben ik toen zodanig mee gepest dat ik dat helemaal weggedrukt heb. Dus ik ben door de maal van het genderteam, daar kwam ik als lesbisch uit. En inmiddels identificeer ik me als biseksueel of als queer. En ja, volgens mij zijn dat impertinente vragen waar het genderteam verder niet zoveel mee nodig heeft. En dat brengt me ook bij. Bij de diagnose moet je een diagnose krijgen voordat je medische stappen kan beginnen. Ik vind van niet. Ik ben ook gewoon illegaal aan hormonen begonnen. Hoe begin je illegaal aan hormonen? Er bestaan apotheken op internet waarbij je hormonen kunt bestellen. En dat heb ik gedaan. En zonder verwijzing? Zonder briefje? Ja, zonder briefje. Gewoon grijs circuit. En de VU was destijds ook nog wel heel erg scheurig dat als er iemand een operatiedatum kreeg, dat ze dan vlak van tevoren nog gewoon 300 pillen androcuur voorgeschreven kreeg. En dat werd gewoon gedeeld. Dat mag je niet verder vertellen, dus het is niet live. Off the record. Dit was off the record. Maar vind de andere mensen in de film. Ja, maar en ook wel met een enorme doel. Dit is niet voor niks, zit er zo'n gatekeeping ding op. In de zin van, natuurlijk kan je opzoeken en kan je best wel zelfmedicatie doen. Alleen, het is gewoon zoveel veiliger op het moment dat er iemand die daar werkelijk iets van weet, mee kan kijken. Mm-hmm. Al was het maar dat, ik weet daar het fijne niet van, maar dat je testosteronblokker ook best wel wat met je gemoed doet. Weet je, dat wil je niet zomaar in je eentje op je kamer doen, omdat het gewoon een beetje, dat is ook eenzaam, in a way. Ja, het is wel eenzaam genoeg als je dan ook nog een keer uitschiet met je mat en je hebt dat zelf niet door en je raakt echt in een zwart gat en niemand weet waar je mee bezig bent, dan wordt het allemaal wel een hele riskante business. Zeker. Maar ook daar is community natuurlijk hyperrelevant. Ja. Dat de kennis die er is hierover, van waarom, welke risico's neem je op het moment dat je dit in je eentje gaat doen, of dat je ook een risicobewuste keuze kan maken. Ja, maar ik zou gewoon liever hebben dat iedereen gewoon zich veilig voelt bij zijn huisarts, en daar naartoe gaat met deze vraag. En niet dat, nou ja, inderdaad, ik zie dat ook nu nog steeds, dat mensen gaan zeggen, hallo, ik sta al zoveel maanden op de wachtlijst, heeft iemand testosteron over? Dat ik denk, ja, ik woon niet naast je, ik heb ook geen medische achtergrond, ik vind dat echt heftig, ik wil daar gewoon meer over weten, wil ik je daarbij kunnen helpen? Niet per se omdat je dat niet aan kan, maar ik kan daar gewoon, ik vind dat echt een verantwoordelijkheid.
Ja, je geeft toch iets aan iemand wat niet, ja, je hebt er geen invloed op wat er met die persoon gebeurt. Die persoon die is niet, zeg maar, die waardes checken bijvoorbeeld, dat gebeurt dan niet als je dat allemaal zelf aanschaft en zelf toedient. En het is gewoon, testosteron bijvoorbeeld, is dan dus, geeft je gewoon een aantal niet omkeerbare veranderingen. Weet je, en als je daar eigenlijk nog een soort van midden in je zoekproces zit en je bent opeens opgezadeld met een snor die je benader inzien niet wil, dat is gewoon best wel, of een lage stem, weet je wel, dat is gewoon best wel, dat is ook niet fijn. Dus maakt het dan uit of je, loop je met meer oestrogeen minder risico dan met meer testosteron? Is dat wat jullie zeggen? Of niet per se? Sorry, Het leidt allebei tot onomkeerbare verandering. Ja, jongens, puberteit op een meisjeslichaam, even heel flauw zwart-wit gezegd. Een lage stem blijft zo. En een snor blijft zo. Dat is een beetje puberaal, maar goed. Spiergroei en zo, dat kan allemaal veranderen. Dus vetverdeling, als ik stop met testosteron nemen, dan verandert mijn vet- en spierverdeling. Maar mijn baarsgroei blijft. En wat je dus hebt als transvrouw, als je na je jongenspuberteit begonnen bent, na je verkeerde puberteit begonnen bent met je medische transitie, dan zit je dus tot op zekere hoogte met die baardgroei, beenhaar, lage stem, of het ligt een beetje aan hoe genetisch dat is afgeleverd, maar daar zit je dus al mee. Ja. En het afdempen van die testosteronwaardes, dat doet wel iets met je en dat is een belangrijke stap, maar dat is niet dat is één deel, want je moet ook nog oestrogeen erbij. Dit wordt heel specifiek, maar dit is complex, maar ik kan me ook voorstellen dat het ook, nou ja, dat het ook je redding kan zijn als je wel toegang hebt. Overigens, dus er zijn ook. Klopt het dat de transkliniek op dit moment de enige walk-in plek is waar je voor transzorg terecht kan? Ja, volgens mij wel. Ik heb denk het ook. Je hebt het Radboud en de Gender Clinic, maar dat is weer chirurgisch vooral. Mm-hmm. En het Radboud MC is voor kinderen en jongeren. En dan het Amsterdam UMC en het Psycho-Informa groep, die is failliet. Dat was een hele vervelende toestand. Maar er is ook de kliniek, de transkliniek. Precies, en dus de transkliniek vanuit de community zelf, waar jij het over had. Sowieso een goede voor in de show notes. We gaan even een pauze houden. Oké. Tot over 10 minuten. Als kind uit een politiefamilie kon ik vroeger ieder politiebureau in Amsterdam binnenlopen, een bekende tegenkomen en me veilig, vertrouwd en gehoord voelen. Later, als woordvoerder van de Nederlandse Sekswerkgemeenschap, merkte ik dat door het veranderde beeld dat politieagenten van me hadden, het ineens een stuk moeilijker werd om mezelf verstaanbaar te maken. En dat dat veiligheidsgevoel helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Bij Bijeen geloven we dat de overheid of een wet de mensen moet dienen over wie die wet gaat. Maar dat kan alleen als een overheid echt weet wat er speelt en echt weet wat er nodig is. Luisteren en in dialoog zijn, voorbij stigma, voorbij vooroordelen. Als jij gelooft in een Nederland waarin iedereen zich welkom, vertrouwd en gehoord zou moeten voelen, dan stem je Bijeen en praat je ook eens met je buren. Goedendag, beste lieve mensen en kameraden. Ook deze week wil ik namens Bijeen een video bij jullie neerleggen in het kader in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Middels de campagnes die we natuurlijk wekelijks aan het voeren zijn. En deze week wil ik het graag met jullie hebben over klimaat en klimaatrechtvaardigheid. Nou, wat is klimaatrechtvaardigheid? Vooral dat stukje. Het is vooral een mond vol en een hip concept
voor onder andere onze overheid en multinationals om te kunnen zeggen van hey, in het kader van duurzaamheid of duurzaam produceren, die woorden worden vaak gebruikt, vinden wij en kunnen wij echt wel uitleggen dat onze bedrijvigheid, de manier waarop wij hebben besloten bedrijvigheid in te voeren in Nederland en daarbuiten, in relatie tot onze natuur en onze ecologische systemen en onze biodiversiteit, die relatie weten wij op waarde in te schatten en wij weten echt wel hoe dat moet. Nou, wij bij Bijeen weten dat dat je reinste bullshit is. En daarmee bedoelen wij te zeggen dat deze overheid en daarbij in Nederland al decennia lang voor multinationals kiest. Nou, wat houdt dat in voor multinationals kiezen? Nederland heeft een kapitalistische mindset. En het houdt in dat economisch gewin ten alle tijde centraal staat. Nou, nu zou je kunnen denken, nou, dat is goed. Economie is belangrijk, die moet draaiende worden gehouden. Mensen moeten kunnen voorzien in primaire levensbehoeftes. Zowel als het gaat om huisvesting of voedsel of werkgelegenheid, niet te vergeten. En dat is ook waar, absoluut, dat is nodig. Echter wordt dit argument nooit intersectioneel getrokken. En dat zijn wij bij Bijeen natuurlijk hartstikke gewend. Indien wij zeggen dat economisch gewin belangrijk is en dat onze economie belangrijk is, vergeten wij vaak te melden dat die efficiëntie en het zo goedkoop mogelijk produceren van goederen ten koste gaat van andere volkeren, buiten Europa vooral, maar ook met name ten koste gaat van ecologische systemen buiten Europa, ook natuurlijk in Nederland, maar met name daarbuiten. En biodiversiteit. En dat gezegd hebbende zien wij dus dat de klimaatakkoorden onmogelijk gehaald gaan kunnen worden. Die 1,5 graad afkoelen gaat niet kunnen gebeuren indien wij te beginnen in Nederland de manier waarop wij kapitalisme, want daar gaat het dus om het kapitalistische systeem van economisch gewin, blijven voortzetten. Ja, dan gaat dat niet werken. Daar gaan wij onmogelijk uitkomen. Nou, waar heeft dat mee te maken onder andere? Dat heeft onder andere te maken met dat in Nederland dat het toch heel normaal is dat wij bedrijven namens de overheid financieren die fossiele brandstof blijven gebruiken en daarmee ook ecologische schade aanrichten aan onze planeet. Denk aan Groningen, waarin gas nog steeds wordt gewonnen voor primaire behoeftes. Maar dat we ervoor terugkrijgen dat we aardschokken zien, maar ook dat mensen hun huizen praktisch verliezen omdat de aarde wegzakt, et cetera. Waardoor er weer sociale ongelijkheid komt en dat soort zaken. Dus heel veel zaken zijn met elkaar verbonden en de overheid weigert daar iets mee te doen dan wel dat te erkennen, omdat de economische belangen te groot zijn. Nou, nationaal gezien hebben wij natuurlijk, als het gaat om Bijeen, hebben wij best wel wat programmapunten expliciet uiteengezet waarin dit natuurlijk terugkomt. En daarbij willen wij ook heel erg dat Nederlanders goed weer gaan leren omgaan met de natuur. Dat wij bijvoorbeeld de biodiversiteit en natuur voorrang geven, in plaats van dat wij denken, goh, we hebben weer een nieuwe snelweg nodig. Of er moet meer gebouwd worden, maar er staat een stuk bos daar. Laten we dat maar kappen, want dat spul kunnen we nog gebruiken. Nee, het moet juist andersom. We moeten naar een circulaire economie toe, ook in relatie tot landbouw en veeteeltbouw, et cetera. Daar moeten wij heel goed juist de zaak omdraaien. Wij zijn hier en we moeten juist gaan leren om te gaan met de natuur. Kijken wij internationaal, want er is natuurlijk heel veel hierover te zeggen, ik ga het proberen zo kort mogelijk te houden, dan zien wij dat Nederlandse multinationals te beginnen juist ook weer dat stukje fossiele brandstof nodig hebben, denken nodig te hebben om ons te kunnen voorzien, maar dat gaat ten koste van heel veel andere dingen. Denk bijvoorbeeld aan Shell en ook de Shell-rechtszaak die nu loopt, dat er elders olie, maar ook gassen worden gewonnen en dat er bijvoorbeeld in Nigeria mensen zijn vermoord die in opstand kwamen, maar ook dat daar ecosystemen voor helemaal zijn vernietigd, dan wel nooit meer terug kunnen groeien. En dat mensen hun huis zijn kwijtgeraakt. Indien we het over een klimaatstrijd hebben of een klimaatcrisis, dan hebben wij het over een koloniale crisis. Het gaat erover dat wij nog steeds als Nederland, als multinationals denken van wij hebben dat nodig en alles wat daarbij komt, ja, dat is dan jammer. Nee, zo werkt dat niet. Wij willen dat de multinationals te beginnen, want vaak krijgen wij de vraag van goh, hoe gaat het dan betaald worden? Hè? Ja, wij willen dat geld bij de multinationals weghalen. Zij moeten keihard belast worden voor hetgeen wat zij in ecologische schade toerichten en aanrichten. Deze multinationals moeten in ieder geval belast worden, maar ook keihard beboet worden voor het gegeven of voor het overtreden van de regels. En met terugwerkende kracht mogen zij ook zeker de schade gaan herstellen. Dat is momenteel niet wat er gebeurt. Sterker nog, multinationals krijgen ruimbaan van onze overheid om hun de bedrijvigheid zo lekker door te laten kunnen mogen gaan. Nee. Rechtvaardigheid heeft te maken met verantwoordelijkheid. En de multinationals, degene die de meeste uitstoot voor hun rekening hebben genomen en dan wel daar verantwoordelijk voor zijn, die moeten het hardst worden aangepakt. Dus dan hebben wij het ook over dingen benoemen bij Bijeen. En klimaatracisme is iets wat wij heel belangrijk vinden. We gaan zonder klimaatracisme te bespreken en te benoemen nooit aan klimaatrechtvaardigheid kunnen doen. Het kan niet zo zijn, maar daar gaat klimaatracisme over.
dat de veelgebruikers, de veelvervuilers, te beginnen hier in Nederland, eigenlijk verantwoordelijk zijn voor alle ellende elders, maar daar de minste verantwoordelijkheid voor krijgen. Vooral inheemse, zwarte mensen die veel beter weten hoe om te gaan met de natuur en de directe omgeving, die moeten in hun kracht worden gezet. Die moeten juist betrokken worden bij hetgeen als we het hebben over klimaatverandering en klimaatbeleid. Nou, zodoende zijn er heel veel andere dingen die wij internationaal en nationaal graag terug zouden willen zien in Nederland, dus in de politiek te beginnen en daar andere keuzes worden gemaakt. Denk ook aan het OV dat we gratis willen hebben en ook dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op nul moet kunnen komen te staan. Dat is een radicale gedachte die wij graag omarmen. Het is al lang 2:12 geweest, het is inmiddels 3:15 symbolisch gezien. Het kan onmogelijk zijn dat wij nu nog denken dat de systemen die wij hebben, die klimaatverandering, want laten we wel wezen, klimaat is al lang veranderd, maar het klimaat waar we huidig mee te kampen hebben en van dien hebben, dat dat door dezelfde systematiek opgelost gaat worden. Dat is onzin en dat is ook een gevaarlijke gedachte die ervoor gaat zorgen dat wij hier niet uit gaan komen. Zodoende wil ik jullie eigenlijk allemaal aanmoedigen om ook ons programma te gaan lezen als we het hebben over klimaatverandering en systeemverandering, want systeemverandering is juist hetgeen wat nodig is. Daar staat in hoe we dat gaan doen. Komende vrijdag hebben wij ook een FB Live, waar ik, als het goed is, ikzelf met mijn collega Bart, mijn kameraad Bart Meiland, we het gaan hebben over deze dingen. En voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren wederom. Het is toch wat langer geworden dan ik dacht, maar het is ook heel veel. Het klimaat aanvliegen is heel veel en dat moet op een zogeheten respectvolle, radicaal gelijkwaardige, menswaardige manier kunnen gebeuren. Dank jullie wel voor het luisteren. Ik zie jullie waarschijnlijk volgende week weer. En ja, natuurlijk, blijf bijeen, kom bijeen, stem bijeen en spreek je uit. Bekend kleur. Dank je wel. Dat is ook een woord waarvan veel mensen zeggen, ik hoor jullie het vaak bezig, maar wat betekent het nou eigenlijk? Nou, intersectionaliteit kun je met een iets simpeler Nederlands woord vertalen naar kruispuntdenken. De notie dat vele vormen van uitsluiting, uitbuiting en onrechtvaardigheid elkaar vinden op kruispunten. Ik nam net al het voorbeeld van bijvoorbeeld vrouwen die te maken hebben met een wage gap. Dat is op zich al oneerlijk genoeg. Maar stel je nou voor dat deze vrouw nog in een andere groep zit die gemarginaliseerd wordt, bijvoorbeeld omdat ze van kleur is. Dan kom je dus op een kruispunt. En de politiek van bijeen staat voor dat we die kruispunten herkennen en dat we ook dat we altijd alert zijn bij het aandragen van oplossingen en beleid op die kruispunten. Ieder kind verdient voorbeelden en rolmodellen. Ikzelf kon als kind altijd heel erg genieten van de geschiedenisles op school. Maar waar ik witte koningen leerde kennen, leerde ik de mensen die op mij leken kennen als slaven. Antiracisme is een kernwaarde van bijeen. En ik geloof dat bijeen een heel belangrijke rol kan gaan spelen in het debat over onderwijsvernieuwing en als het aankomt op het brengen van nieuwe perspectieven. Stem bijeen voor een toekomst waarin alle kinderen een voorbeeld hebben en waar ook kinderen van kleur zich vertegenwoordigd voelen. Stem bijeen. Welkom terug. Ik hoop dat het allemaal gelukt is in de 10 minuten. We zijn bij deel 2, of het tweede deel van de live bijeen over genderidentiteit. Met Chris Rijksen, Nanoe Struik en Petra Kramer en mijzelf, Yvette Buurs. We hebben eigenlijk nog veel te veel onderwerpen om te bespreken. En we hebben nog maar een half uur, minder. En een onderwerp wat we allemaal belangrijk vinden om het over te hebben is genderidentiteit en een asielaanvraag doen in Nederland. Want dat is nogal een ding waar we wat mee moeten. En waar we bij de een ook van vinden dat we dat ASAP goed moeten regelen. Maar wat gaat er mis nu, zou ik graag van jullie horen. Een heleboel volgens mij. Ja. Wat gaat er goed? Zou makkelijker ja, misschien een betere vraag, ja. Wij met Pride, dan wordt Valentijn de Hing, die liep dan in een jurk met landen waar homoseksualiteit of transgender zijn strafbaar is. En daar nemen we de hele wereld de maat mee.
En vervolgens komen mensen dan naar Nederland toe om asiel aan te vragen. En dan gaat het de IND, die gaat hen nog door een ergere maal halen dan het genderteam probeert te doen. En dan word je gewoon, krijg je het stempel niet gay genoeg. Maar dat gaat over twee homoseksuele mannen. Dat was laatst die werden door het COA of door het IND werden opgevoerd in een tijdschrift. Die kwamen op de cover, hoe geweldig het hier allemaal nog niet was. En vervolgens werden ze uitgezet. Ja, er is echt een enorme discrepantie tussen hoe Nederland zich bijvoorbeeld via buitenlandse zaken en de ambassades profileert als wij zijn heel erg voor LHBTI-rechten en emancipatie. En vervolgens word je in je asielprocedure gelegd naar een westerse maatstaf van hoe je gay moet zijn. Mm-hmm. Weet je wel, ken je Lady Gaga of zo? Weet je wel, echt op dat niveau. En dat daar gewoon... En trans zijn zoals wij dat hier nu kennen sinds 5 jaar kunnen we daar een beetje over praten. Dat is gewoon ook niet zo... Dat is misschien een enorm open deur, maar dat is niet de taal waarmee iedereen zich beschrijft. En dat maakt dat daar dus allemaal mensen soort van afgewezen worden van... Ja, maar dit is niet zoals wij dat doen. Iemand die heeft wel seks met mannen, maar die is ook getrouwd. Dus dan is hij niet... Weet je wel, en dan denk je van ja, shit. Dat is... Obviously is hier iets aan de hand op het gebied van gender en seksuele diversiteit. Maar omdat iemand dan niet precies in dat hokje past wat we hebben... geformuleerd, of wat de IND heeft geformuleerd, of zeggen we dat diegene geen toegang heeft tot Nederland, want wij kunnen maar zoveel mensen toelaten. En dat is gewoon heel schrijnend. Ja, en dat laat zich ook maar heel lastig bijsturen, want de Kamer heeft toen een motie aangenomen willen en waarop de IND nieuwe criteria meekregen, dat ze het niet meer zo'n standaard stramien als een westerse coming-out als vereiste zouden vragen. En nou, dat gaat me heel lastig. Het IND wil het maar niet aan, schijnt het. Het is natuurlijk... Ik wil zeggen, en dan hebben we het nog niet eens over de situatie waar deze mensen dan in terechtkomen als ze hier zijn. Als je het al hebt over een coming out of het leven naar een bepaald geslacht bijvoorbeeld, dat kan niet altijd in de situatie waar deze mensen terechtkomen, ook hier in Nederland, in hun, het land waar ze eventueel vandaan komen, is dat ook al geen mogelijkheid. En dan komen ze hier bijvoorbeeld op een AZC terecht, waar ze eigenlijk net zo onveilig, misschien wel onveiliger zijn dan in hun thuisland. En dat is natuurlijk al heel kwalijk, maar dan kun je al helemaal niet meer vragen van zo'n persoon om bijvoorbeeld een coming out door te maken of iets wat wij hebben verzonnen, dat hoort bij deze identiteiten. Dus dat is enorm kwalijk dat nog steeds op die manier gaat en dat we ons nog steeds vasthouden aan die verzonnen hokjes natuurlijk, want inderdaad wat je zegt, het is heel westers wat er gevraagd wordt, inderdaad vragen zoals ken je Lady Gaga, hè, als een voorbeeld, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op als je bedenkt dat Lady Gaga misschien in een land hier een paar uur vandaan helemaal niet bekend is. Of dat soort, dat is natuurlijk gewoon niet oké. Okay, dat je daar dan maar, eigenlijk moet je een soort van, wordt er een soort van toets gedaan. Hoe jij de westerse queer cultuur kent. En als dat niet zo is, dan heb je pech. Ja en wat inderdaad... Nog één stukje. Wat ik ook... Echt wel, bedoel, want wat eigenlijk vrij simpel zou zijn, is gewoon inderdaad verander die procedures bij de IND. Nou, dat is niet simpel, maar dat kan je wel gaan doen, want dat is gewoon ministerie en dat is gewoon overheid. En wat je ook kan doen is bij het COA en bij de housingprojecten waar AZC, waar vanuit een statushouders naartoe gaan. En ook in de AZC zelf trouwens, gewoon actiever opzoeken van, zijn er hier mensen die niet in je hetero-mal passen? Kun je die verzamelen? Kan je naar ze luisteren? Kan je ze een veilige plek geven? Is het handig om
Ik woonde hiervoor in een woonproject in Amsterdam, waar statushouders en Nederlandse twintigers door elkaar woonden. En daar hebben we op een gegeven moment uit onszelf met iedereen die queer was een groepje opgericht. Want er waren een paar Jamaicaanse jongens die gevlucht waren omdat ze gay waren. En die zaten tussen de Syrische jongens en de Eritrese mannen en vrouwen en Nederlandse twintigers. En op een gegeven moment, pas na een paar keer, kwam er ook één Syrische jongen met ons mee. Die zei van, nou, ik heb heel veel zin in Pride. Maar ik wil dan, als we samenkomen, dat niet op het terrein is waar we allemaal wonen. Want dat is te tricky. En toen dacht ik, oké, dit is wel, hier is wel, dit is wel next level qua gevoeligheid. En wat heftig dat die jongen dat gewoon maar in zijn eentje allemaal moet dragen. Terwijl je daar gewoon, nou ja, als organisatie ook oren voor kan hebben. Ja. Ik weet niet of ik nog per se iets toe te voegen heb. Oh ja, ik weet dat ik al toe te voegen. Of dat het ook maar nog maar de vraag is in hoeverre iemand vertrouwen heeft om überhaupt een... eerlijk te zijn of zich veilig genoeg te voelen om eerlijk te antwoorden op vragen van iemand in een autoriteitspositie. Als je misschien wel uit een situatie komt waar mensen die in een autoriteitspositie juist altijd degene waren die potentieel geweld plegen. Ja, dat is een goed punt. Als je ook ziet hoe een Sietse Fritsma vanuit het IND in de Kamer is gekomen voor de PVV, als dat soort mensen de gesprekken moeten doen, dan kan ik me wel voorstellen dat asielaanvragers zich daarbij absoluut niet veilig voelen. Ja. Ja. Ik ben er stil over. En oplossen is gewoon dat daar sensitief mee omgaan en daar ook je beleid op aanpassen. En dat we daar gewoon met z'n allen voor gaan staan. Dat mensen veilig zijn als ze hier aankomen. Ja, en dus op al die vlakken eigenlijk zo gelijk schakelen als dat we graag naar buiten, als Nederlandse natie, graag naar buiten laten zien. Van wow, wat is het hier leuk en wat gezellig. Het is 365 dagen per jaar Pride en... Je hebt het ook met Frits Hoefnagel gehad, die was directeur van Pride. En die ging vervolgens zeggen dat er wel genoeg asielzoekers zijn, omdat de LHBTI-emancipatie zouden bedreigen. Ja. Dus er is nog een hele hoop werk te verzetten wat dat betreft. Ja, ik vind het ook heftig dat daar gewoon niet... Dat dus wat dan homonationalisme wordt genoemd... Mm-hmm. Dat ook keihard wordt ingezet van, deze groep mensen die leidt direct onder deze andere groep mensen. Dus daarmee kunnen we minderheden tegen elkaar uitspelen. En ik vind dat ik wil dat iedereen daar echt echt vrij duidelijk van zegt van dit kan niet. Je kan niet op die manier over gewoon best wel significante groepen mensen in de samenleving praten. Al was het maar omdat het gewoon niet waar is. En het is echt zo kwalijk, zeker als je dan directeur van Pride bent. Ja. Ja, dat kan niet, hè? Nou, het kan blijkbaar wel, maar het zou niet... Het zou niet moeten mogen. Het zou niet moeten mogen. Gelukkig hebben we een partij die daar wel tegen wil doen. P1, voor de mensen die zich afvragen over welke partij hebben we. We hebben het over P1. En op ons. Ja, stem op ons, want representatie is belangrijk. Zowel in de media als in de politiek. Petra, jij was de eerste transvrouw... Ja, bij mijn weten was ik de eerste transgender raadslid in Nederland in 2006. Hoe was dat? Was dat een ding? Ja, daar hebben we eigenlijk helemaal geen ding van gemaakt. Oké. En dat ging hartstikke goed eigenlijk. De hele raad die accepteerde het. En dat was, ben
één keer misgenderd in die 4 jaar tijd. Dus dat is niet slecht. Nee, always look eigenlijk, on the bright side. Ja, ik wou net zeggen, eigenlijk jammer dat we dat zo moeten bekijken. Ja, ik ben maar één keer misgenderd. Dat laat me in de hel. Nou, wat ik mij afvroeg, want dat is natuurlijk een beetje niet de valkuil, maar ik wil natuurlijk dat jij raadslid bent, omdat je gewoon kundig bent als mens. En niet voor dat stukje dat je transgender bent. Ja, en ik was na mijn transitie of na mijn operatie was ik eigenlijk gewoon klaar mee. En was ik ook geen zin van plan om een transactivist te worden. En toen nam de transemancipatie dermate een vlucht dat er mensen met wc-wetten aankwamen zetten. En toen ben ik maar wel transactivist geworden. Wat was het punt? Wat was het omslagpunt dan voor je? Dat, in het begin van mijn transitie, toen ben ik één keer uitgejouwd toen ik voor het eerst naar een vrouwenwc ging in een kroeg. Maar ze zijn nu in Amerika, zijn ze wet aan het aannemen dat bij wijze van spreken geen kali politie bij de deur komt te staan. En in Engeland nemen de Turfs een vlucht. En dus ik dacht ooit van na mijn transitie is het klaar. En ben ik gewoon zo goed en zo kwaad als het gaat een vrouw. En zet ik mij in voor politieke issues van een politiek programma. En niet zozeer op transgender issues. En alleen toen kwam de keerzijde van de emancipatie, van de bekendheid. En van de paniek vooral. Dat mensen bang zijn dat vrouwensport kapot gaat omdat transen mee mogen doen. Terwijl transvrouwen mogen sinds 2004 aan de Olympische Spelen meedoen. En er heeft nog nooit iemand een medaille gehaald. Maar je hebt zo nu en dan dan wint er ergens een transvrouw een wedstrijd en dan wordt er een foto genomen waaruit die transvrouw echt een reus van een vrouw lijkt naast kleine petite vrouwtjes. Dat soort dingen, die doen het heel goed in de media. Dat is triest. Ja, bizar. Want ik vind dat is altijd een soort van paradox, ik zou het liefste vooral filmmaker zijn. Mm-hmm. Maar omdat er dus zoveel weerstand en kennis ontbreekt over transgender personen, heb ik ook maar de taak op mij genomen om die educatie te doen. Maar net zoals van Monier Samuel, die heeft het programma De Nieuwe Wereld en Nikki de Jager, Nikki Tutorials, werd opeens transgender Nikki Tutorials. Mm-hmm. En dat ik dacht van ja, maar hallo, we volgen allemaal Nikki omdat ze zo vet is met make-up. Niet omdat ze transvrouw is. En tegelijkertijd, weet je wel, ik wil ook dat al die kids die denken, oh my god, ik zit in mijn eentje in Drachten, dat ze ook Nikki zien. Weet je wel, dus ik merk dat ik daar altijd zo'n beetje dubbel gevoel over heb. Ja, maar Nikki was uit de kast. Die kwam noodgedwongen uit de kast. En een dag later had je een of andere rotkrant. Die vond het nodig om haar dode naam te publiceren. Omdat er een docent van vroeger daarmee aan was komen zetten. Dus, het feit dat zij noodgedwongen uit de kast. Dat vind ik al, dat is punt 1. Mm-hmm. daar gaat het eigenlijk al direct mis. En dan de dode naam en de misgendering wat daarna kwam is echt afschuwelijk. Maar het feit dat we in deze tijd nog zo op die manier noodgedwongen uit de kast werden getrokken. Ook al ben je bekend of niet, dat is niet oké. Nee, en daarmee, even kijken, om nog terug te komen bij representatie. Denk ik dus dat je, omdat dat bewustzijn over wat... Waar kan je allemaal tegenaan lopen als transgender persoon? Dat is een soort bewustzijn dat zich nog voornamelijk bij transgender personen bevindt. Hmm. En daarmee is het dus relevant dat mensen die transgender zijn ook in de raad zitten. Maar ook iets over landbouw te zeggen hebben als dat hun expertise is. Weet je wel? Maar dat dus
dat dus die gevoeligheid van het is niet oké om een iemands oude naam af te drukken, dat niemand in de redactie van die krant had dat bewustzijn. En dat is natuurlijk gewoon heel heftig. Maar dat is niet één iemand die gewoon een keertje denkt van, Nou, ik weet niet of dat helemaal waar is. Ik denk dat er op sommige redacties ook wel hard gevochten wordt, waar dan de standaarden liggen van, ja, maar dit is hoe we dit doen. En we snappen nog niet als mensen, of als journalisten en als eindredacteurs, als hoofdredacteurs, wij zijn niet de mensen over wie het gaat en we snappen al deze ophef niet. Dus we gaan die regels niet aanpassen. En dat is natuurlijk heel raar. Ja. Ook verschrikkelijk dat dingen tijd kosten om iedereen mee te krijgen. Wat volgens mij niet zo zou moeten als het zoveel mensen schaadt. We weten gewoon dat het mensen schaadt, toch? Ja. Ja. Kom je op, zeg. Ja, precies. En je ziet dus dat die diversiteit en die representatie en het hele bewustzijn van, oh ja, dat gaat over kleur en dat gaat over gender en dat gaat over seksuele diversiteit, oriëntatie. Dat nu een soort van, oké, we moeten dat hebben. Je ziet dat in de musea en in de cultuursector ook heel erg van de raden van bestuur moeten diverser. En ik denk dat dat echt de enige manier is dat je tot op je bestuurslaag in je raad van toezicht laag, zorg dat al die groepen daar op een of andere manier in zitten. Dus misschien is er wel iets te zeggen voor dat er niet maar drie mensen ergens in een bestuur mogen zitten als het een organisatie van een bepaalde grootte is. Maar dat je gewoon minstens 5 mensen moet hebben, want met 3 mensen heb je maar zo weinig. Ja. Weet je wel, dus ik kan me voorstellen dat daar best wel wat aan te zeggen is, maar ik voel. En in dit soort gesprekken hebben we gewoon al wel een tijdje. Ja. Dat er gewoon alleen maar harde consequenties, of harde consequenties en harde regels, is voor een heel groot deel van de groep waar we het over hebben, de enige manier dat er iets gaat veranderen. Dus een kwotum, of dus weet ik veel wat. Maar dat, ja, dat moet gewoon vastgezet worden. Ja. Ja, mensen over wie het gaat, ze moeten gewoon toch aan tafel zitten. En aangezien het altijd over ons allemaal gaat, kan je niet zomaar een overheidsinstantie starten zonder daar een beetje behoorlijke representatie bij te betrekken. Mm-hmm. Er zijn nog een aantal vragen. Ik lees iets over coaching voor genderzorg. Isabel Kaster Semenya. Ik weet niet of ik die naam correct uitspreek. Doet het volgens mij wel. Ja. En dat de turf-retoriek minder aanwezig is in de mainstream media hier dan in de UK. Maar denken jullie dat er manieren zijn waarop het ook ons denken over trans mensen in Nederland beïnvloedt? Zullen we die als eerste doen? Als we de rest nog redden, want daarna hebben we nog maar 7 minuten. Ja, ik denk inderdaad dat het is minder in de mainstream media, maar ik denk zeker dat het ons denken, niet specifiek mijn denken, maar het denken van een grote groep mensen zeker beïnvloedt. Want je hebt altijd, in Nederland heb je het over mensen die het eigenlijk best wel, ik vind het persoonlijk heel sneaky doen, zoals bijvoorbeeld columns schrijven voor bepaalde kranten, waarin dan de turfretoriek zeer zeker op de voorgrond staat, laten we het zo noemen. Dus het gebeurt zeker wel. Het is wel minder, maar ik denk toch dat het wel een grote invloed heeft. Omdat het dus gewoon zo net wat sneakier, zeg maar, toch aan de mens gebracht wordt. Dus ik denk zeker dat het nog wel, het is een probleem. Ik denk zeker dat het een probleem is. Ja, wat ik echt heel lastig vind aan trans-exclusive radical feminists, is dat mensen die zich dus feminist noemen, maar zeggen, maar niet voor alle vrouwen. Ha, weet je, transvrouwen zijn geen vrouwen. En dan denk ik van, oh my goodness. Weet je wel, dus je doet je voor alsof je
meegaat in een emancipatiestrijd die nog steeds heel nodig is, namelijk die van vrouwen. Maar je gaat even voor de grap ervan uit dat, dat transvrouwen geen vrouwen zijn. En daar, ja, ik moet zeggen dat ik gewoon in gesprek gaan is eigenlijk altijd mijn manier, maar werkt ook alleen maar in het echt. Want op internet en op Twitter en zo, dat werkt allemaal niet. Maar ik vind het dus ook iets waar je altijd best wel alert op moet zijn. Van is iemand, weet je wel, iemand die zegt van ja, we mogen, als iemand beste reizigers zegt, dan mag ik opeens geen vrouw meer zijn. Weet je wel, dan denk ik van, ja, is dit wat er gebeurt? Nee, eigenlijk niet. Oké, nou, laten we diegene dan ook geen column schrijven. Want die heeft niet eens helder voor de geest wat er hier aan de hand is. Weet je wel, en natuurlijk is daar een soort van rijk, een bandbreedte voor mensen die gewoon dingen vinden waar ik het niet mee eens ben. Maar dat is wel, ik vind dat daar wel kritisch naar gekeken moet worden. Want het is best sneaky, inderdaad. Ja. Denk je? Ja, ja, nee. Dus, een jaar of wat geleden had je ineens, was er in het nieuws dat voor BIPs een alternatieve term voor vagina was. En dat was gewoon één blog in Amerika die had dat besloten om in hun seksuele voorlichting naast vagina ook het woord voor BIP te gebruiken voor de mensen die dat prettiger vonden. En dat werd ineens een krantartikel in AD, dat transgenders vonden dat. En je had het afgelopen week in Engeland had je met chest feeding, dat was trans mannen die lacteren en die wilden dat naast borstvoeding chestfeeding genoemd zou kunnen worden in hun geval. En daar gingen de media ook weer mee aan de haal. En dat lijken dan onschuldige vergissingen, maar volgens mij zijn het dat niet. Het is gewoon een redactie weet dat kliks oplevert en dan plaatsen ze dat. En de schade die ze mee aanrichten, die nemen ze of voor lief of het kan ze niks schelen. Ja, het is misbruik maken van, nou ja, van het geweld wat tegen anderen gebruikt wordt. Mm-hmm. Ja, en het is inderdaad ook met dat we in een Twitter-leven zitten en in een clickbait-leven, is ook outrage natuurlijk, dat is geld. Ja. Weet je, dus dat maakt dit soort dingen ook gewoon extra vlambaar. Ja. Ik wil 10 minuten. Ik wil helemaal niet afronden, maar ik ga wel afronden. Okay. Want nee, misschien moeten we dit nog een keer doen. Ik denk dat ik heel erg dat we heel erg de kritiek gaan krijgen dat we het niet concreet over het bijeenprogramma gehad hebben, terwijl we het eigenlijk alleen maar concreet over het bijeenprogramma gehad hebben. Het programma staat online. Kunnen ze lezen? Ja. Dus dat is goed om te weten. Als je nog heel specifiek wil weten hoe dit in het programma staat, dan vind je het op de website. En ik wil eerst even, voordat jullie hier allemaal vertrekken straks, morgen is onze officiële campagne kick-off. Die is online te volgen via Facebook. In ieder geval via Facebook. Dus en Twitch en YouTube. Petra weet dit veel beter. Petra, waar kijken mensen voor onze campagne kick-off? Op Facebook, Twitch en YouTube. En we heten overal Politiek Bijeen. Dank u. Ik wil heel erg. Oh, en op Vimeo wordt er hier nog in. Oh, en op Vimeo. Geshout. Dus we zijn morgen overal. En ik wil. Oh, en op onze eigen website. En op onze eigen website. Nou, het houdt niet op. We zijn echt overal. Wees erbij. Vanaf 2 uur. Vanaf 2 uur morgen. Ik hoop dat jullie erbij zijn. Dank jullie wel dat ik hier zo de hele tijd alle vervelende vragen mocht stellen vanavond. Petra, dank je wel dat je dit met mij zo wilde doen. Graag gedaan. Mede-kandidaat. En dankjewel dat je me gevraagd hebt. Ja, vanzelfsprekend. Nano Struik, Chris Rijksen, dank jullie wel. Mensen, gaan jullie volgen waar?
Zelf zeggen? Zelf zeggen. Ik ben te volgen op Transketeers, op YouTube, Instagram en Facebook. Als Transketeers schrijf je op zijn Engels Musketeers, maar dan trans. En je kan mij volgen op Instagram, apenstaartje naar Noah met dubbel H op het einde. En ik heb ook een Instagram-account voor mijn podcast en die heet apenstaartje Gender Quibus. En dan kun je direct ook de podcast beluisteren als je zin hebt. Ga dat doen. Dank jullie wel voor het kijken. Oh, Petra, waar is je Ik ben Petra bij 1 op Instagram en Kuthex op Twitter en Facebook. Heel goed. Ik denk altijd dat mensen ons al lang kennen, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. mij kan je ook volgen op Twitter. @IzetLuurs is mijn handle. Dank jullie wel voor het kijken. Dank jullie wel voor het erbij zijn en voor de vragen. En sorry voor de vragen die we niet beantwoord hebben. Misschien tot een volgende keer. Fijne avond. Fijne avond.